Hallo lieve weegschaal, leuk dat je weer kijkt. Dit is weekreading voor week 18, 2 mei tot en met 8 mei. Het is een algemene reading, het kan zijn dat je niet alles kan plaatsen. Haal er vooral uit wat je nodig hebt. Lieve weegschaal, wat is jouw hoofdthema voor deze week? Jouw hoofdthema voor deze week. Ik voel wel wat gepieker en wat hoofdpijn. Een hoofdthema voor de weegschaal voor deze week. Okay. Ja, je gaat je wat. Ik heb het gevoel dat je wat meer gaat afzonderen, wat meer richting jezelf gaat. Misschien wat meer thuis gaat zitten. Het gevoel dat je echt even tijd nodig hebt voor jezelf. Om even alles toe te laten met wat er allemaal is gebeurd. Om alle kennis die je hebt opgedaan even te verwerken. En om echt weer even in je eigen kracht te komen. We gaan eens kijken, lieve weegschaal, wat je deze week kan verwachten. Wat kan de weegschaal deze week verwachten? Oké. Okay. Ja, je hebt eigenlijk het gevoel dat je echt even rust nodig hebt. Het gevoel dat je even vast bent gelopen. Je bent oude zaken aan het loskoppelen. Je bent echt aan het transformeren, maar je hebt even de tijd ervoor nodig. Je vraagt je ook veel af waarom en waarom gebeurt me dit en hoe moet ik hier nu mee verder? En je wordt dan eigenlijk weer teruggewezen naar jezelf. Communiceer met jezelf. Communiceer naar wat je wilt. Communiceer naar mensen om grenzen te stellen. Maar om echt even tot rust te komen, want als je dat gedaan hebt, tot rust bent gekomen, ga je weer samen creëren. Je gaat weer stappen voorwaarts maken. Je bent alweer wat meer in balans. Je durft meer dingen aan. Het voelt alsof je dan ook wat meer een feestje durft te vieren. En je bent uit je cocon gekropen. En dan ga je echt naar het doel waar je naartoe wilt. Dus je wordt geholpen om naar het doel te komen waar je graag naartoe zou willen. Ik ga eens even kijken of ik daar wat meer over mag vertellen. Lieve weegschaal, wat mag ik daar nog meer over vertellen? Ja, dus je komt echt tot leven. Je gaat een hele andere weg inslaan, heb ik het idee. Je gaat echt stralen, een nieuwe weg inslaan, tot je kracht komen. En dan is dat balanceren, komt dan wel. Maar ik merk dat je wat meer in balans gaat raken. Dus het is niet heel negatief en dan weer heel positief. Het komt wat meer in balans. Ik zal eens even een positiviteitskaartje voor jullie trekken, lieve weegschaal. Wat mag ik jullie verder meegeven? Ga kijken naar zaken die je mag vergeven. Ga kijken naar zaken die je los mag laten. Ga op vakantie. Neem dingetjes. Ga dingen doen die je leuk vindt om even tot de ontspanning te komen. Wees jezelf en je bent aan het helen van emoties. Dus neem er de tijd voor. En ga niet te snel, want dan loop je jezelf voorbij. Lieve weegschaal, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Zo, laat het vooral even weten en abonneer je op dit kanaal. Verder kan je me volgen op Facebook of Instagram. Wil je een 1-op-1 reading? Neem een kijkje op www.mediumdaphne.nl. Kan je ook leuke kaartjes kopen, maar ook hele leuke workshops en cursussen vinden. En verder wens ik jou een hele fijne week toe. Heel veel succes. En wil je een 1-op-1 reading op een spirituele beurs? 21 mei zit ik in Dronten. Neem een kijkje op Facebook, daar staat alles uitgelegd. En je bent van harte welkom. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.